President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de internationale kasreserves niet gebruikt mogen worden voor consumptieve doeleinden. Dit benadrukte het staatshoofd gisteren tijdens een persconferentie over de actuele ontwikkelingen in het land. Santokhi zegt dat de huidige regering niet in de fout mag gaan internationale reserves anders in te zetten. Voor wat betreft die 1 miljoen. En dit is precies wat die vorige regering gedaan heeft. Ai wap money dape, kogo tiki. En den tiki. Den tiki. Toch? Dat mag niet met het geld. En de minister van Financiën gaat aangeven wat de rol is van die internationale reserve. Die internationale reserve heeft een andere functie dan consumptieve. En dat is daar gebeurd. De man gaat teken money. De man gebruikt money. En de man gaat product kong. En de man gaat dus aan een supermarkt. Maar ook aan een supermarkt. Per lange rij binnen. En toen heeft Amerika die kraan dichtgedraaid. Want die dollars kwamen uit Amerika van de feds. Daarvoor was het geld niet bestemd. En wie zit nu bij de gebakken peren? U en ik. En wij moeten dit weer gaan herstellen en repareren. Dus nogmaals, Minvin, leg even uit wat de rol is van de centrale bank. Die internationale, maar dat geld mag niet gebruikt worden voor die consumptieve sfeer. De president merkt verder op dat het ten strengste verboden is de middelen zomaar in te zetten. Vandaar dat er ook strafrechtelijke onderzoeken gaande zijn rond de verdwijning van de kasreserves onder het vorige regime. Een wetscriffie waarvoor het bestemd is. Maar hier wat mensen denken, maar je hebt zo'n money, dan zijn er een pina. Nee, dan moet die pina weggehaald worden uit andere beleidsmaatregelen, zoals een sociaal programma, waarover we net gesproken hebben. Goudsector, VP, we hebben dat nog niet besproken. Aanstaande woensdag hebben we op agenda NRA. NRA besluit op Cayman Island. Een van de zaken is namelijk de goudsector. De minister van Justitie en Politie zal ons omstandig informeren wat de inzichten zijn geweest. Maar wat mijn vraag is, namelijk veel, veel maatregelen binnen de goudsector. Santokhi zegt verder dat er een transparant beleid gevoerd moet worden ten aanzien van de goudsector. Momenteel is het een issue wat de inkomsten van de staat zijn met betrekking tot dit vraagstuk. De bedoeling is dat binnen de komende 12 tot 18 maanden een wezenlijke verandering in deze sector kan worden doorgevoerd.